Libanon is in shock na 2 opeenvolgende aanvallen. Gisteren ontplofte door het hele land opeens piepers, oude semafoons. En die ontploften bij verschillende Hezbollah-leden, bij honderden tegelijk. Het was een enorme shock, want opeens gingen er overal kleine bommetjes af. Er raakten heel veel mensen gewond. Bijna 3000 mensen werden gewond naar het ziekenhuis gebracht. En vandaag was er weer zo'n schok. Op verschillende locaties in het land, in het zuiden van Beirut, maar ook in het zuiden van Libanon, ontploften nieuwe apparaten. Dit keer waren het voornamelijk portofoons. En we staan hier bij een ziekenhuis, in een gebied waar veel ziekenhuizen zijn. En je ziet, het is hier druk. Honderden mensen liggen nog steeds in het ziekenhuis. En ook vandaag zijn er meerdere gewonden hier binnengebracht. Maar wie zit erachter? Nou, iedereen wijst naar hetzelfde land, naar Israël. Hezbollah, Libanon zeiden dat gisteren al, maar ook Amerikaanse inlichtingendiensten die wijzen naar Israël. Het lijkt erop dat het doel van Israël niet per se was om in één keer zoveel mogelijk doden te veroorzaken bij Hezbollah, maar om voornamelijk te zorgen voor veel chaos door de hele geledingen van Hezbollah. Dus zowel in lage rangen als in hogere rangen zijn de mensen getroffen. Ze zijn niet dood, maar veel zijn ernstig gewond, missen nu vingers, missen ogen. Er wordt gesproken van zware verwondingen aan de heupen. Het belangrijkste is, al die mensen kunnen voorlopig niet worden ingezet. Die zijn allemaal te erg gewond om bijvoorbeeld te vechten. En dat zorgt door heel Hezbollah, maar ook door heel Libanon, voor een gigantische schokgolf. Hallo. Niemand had verwacht dat dit op deze manier kon gebeuren. Dat Libanon, dat Hezbollah door het hele land op zo'n grote schaal aangevallen zou worden. En dan niet met gerichte bombardementen, maar met hele kleine explosies van elektronische apparaten. Ja, en dat maakt mensen natuurlijk bang. Dat maakt mensen ook bang van telefoons, van andere piepers, van alles wat maar elektronisch is. Niemand weet wat de volgende stap is. Niemand weet ook of dit een opmaat is naar een grotere aanval, naar een langere periode van dit soort kleine verspreide aanvallen die uiteindelijk wel heel veel mensen raken. Want in Libanon zijn heel veel mensen hierdoor geraakt. Je ziet het dus ook aan de drukte achter me. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt in amper 24 uur tijd. Dat zorgt er ook dat de ziekenhuizen die golf amper kunnen opvangen. En dat heel veel mensen bloed moeten doneren, omdat de ziekenhuizen niet voldoende bloed hebben om operaties uit te voeren. Hezbollah is geen kleine organisatie, integendeel. Het is een grote militante groepering die door heel Libanon, vooral in het zuiden, maar door heel Libanon actief is. Die ook tienduizenden leden heeft. Ze hebben goed getrainde strijders, maar ze hebben ook politici in het parlement zitten. Ze hebben mensen door de hele maatschappij. Dus deze aanval is een gigantische klap voor Hezbollah en doet absoluut heel veel pijn. Maar het is zeker niet zo dat Hezbollah nu uitgeschakeld is. Ze zullen hier ook weer bovenop komen. En ze hebben al gezegd, wij zweren wraak. Wij gaan actie ondernemen. Maar de grote vraag is, wat voor actie? En wat kan Hezbollah op dit moment nog doen?